Een familie. Een familie kun je indelen. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen van, weet je wat, ik deel ze in alle jongens of mannelijke familieleden. En het andere deel is dan natuurlijk logisch de vrouwelijke familieleden. Ja, een indeling in familie. Maar je kunt natuurlijk ook voor andere dingen kiezen, bijvoorbeeld de kleur van hun trui of iets dergelijks. Ja, die komen ze allemaal. Er zijn een paar vreemde een bij van, ja, wat voor kleur is dat nou? Is het blauw of moet de trui mee worden genomen? Maar het is een indeling in kleur. Ja, en dat geldt ook voor deeltjes. Misschien niet op kleur, maar we geven ze wel een mooi kleurtje. Maar wij rangschikken alle deeltjes in een mooi patroon. In een mooi standaard model. En daar gaat het dit keer over. De elementaire deeltjes en het standaard model. En we hebben al een mooi modelletje gehad, namelijk de leptonen. In drie generaties. De eerste generatie, ja, die zijn licht, weinig energie voor nodig. De tweede generatie zijn zwaarder en je hebt ook meer energie nodig. En de derde generatie, het zwaarst en natuurlijk nog meer energie nodig. Ja. De bovenste, dat is normale materie, wat we normaal tegenkomen. En die onderste twee, ja, die kun je alleen maar bijvoorbeeld in deeltjesversnellers tegenkomen. Bij hoge energetische processen. En als je ze ziet, moet je wel snel zijn, want voor je het weet zijn ze weer verdwenen. Kortom, leptonen. Leptonen, het elektron. En als je zo'n elektron pakt en je gaat er een flink op tekeer, dan zul je zien dat het totaal niet uitmaakt. Het is ondeelbaar. Vandaar dat een elektron met recht mag zeggen, ik ben een elementair deeltje. Een proton, mag een proton het ook zeggen? Nee. Een proton bevat voor zichzelf nog drie verschillende deeltjes. Het is dan ook geen elementair deeltjes. Het bestaat uit andere deeltjes en die deeltjes die worden quarks genoemd. En voor het proton heb je dus drie quarks. Ja. En de twee bovenste, de U, die worden up genoemd. En de D, de onderste, wordt down genoemd. Dus een proton bestaat uit twee ups en één down. Een up quark heeft een lading van plus 2/3 E. En een down heeft een lading van min 1/3 E. En je ziet dus, als je die bij elkaar optelt, kom je gelukkig op precies 1 E uit. De lading van een proton inderdaad. Nou, behalve proton heb je natuurlijk het neutron. En neutron is ook een elementair deeltje. Die bestaat ook uit drie quarks. Maar die bestaat uit twee downs en één up. En gaan we weer even tellen. Twee downs en één up is samen precies qua lading 0. Oftewel, dat klopt ook weer als een bus. Je hebt dus elektronen als elementair deeltje en je hebt quarks als elementair deeltje. En leptonen, ja, die hebben we al mooi ingedeeld. En dat kun je ook met de quarks doen, eenzelfde soort indeling. Ja, je hebt dus de quarks up en down, maar je hebt ook de zwaardere broertjes en zusjes daarvan. En die noemen we het charm en strange. En de allerzwaarste quarks die we tot nu toe zijn tegengekomen, dat is de top en bottom. En allemaal hebben ze die aparte ladingen van plus 2/3 of min 1/3. Nou, als je een up zegt, dan zeg je natuurlijk ook tegelijk een anti-up en anti-down. En hetzelfde met alle andere quarks. Ja, ieder deeltje heeft een antideeltje, dus dat geldt ook voor quarks. En de indeling is ontzettend gelijk aan die van leptonen. Ja, ook hier heb je weer generaties. En ook hier weer heb je dat de up en down licht zijn. En de charm strange zwaarder. En de top en bottom het zwaarst. De normale materie, als je die zou bekijken, daar zit alleen ups en downs in. En die anderen komen weer voor, precies in de deeltjesversneller. Allemaal dezelfde indeling als leptonen. Het is een prachtig model waar het in past. We kijken naar zo'n proton, want het is natuurlijk wel apart, want
Ja, in Bina staat elementair laagskwantum is, nou daar staat hè, precies gelijk aan E. Maar die quarks hebben dus een lading die kleiner is dan het elementair laagskwantum. Dat is wel apart, hè? Ja, en kijk, behalve proton heb je natuurlijk ook een deeltje wat precies hetzelfde is, alleen allemaal uit antideeltjes bestaat. Dat is natuurlijk het antiproton. En ook hier geldt hetzelfde. Ieder kwark heeft weer een aparte lading. Samen zijn ze min E. Wat nu als je zo'n proton eventjes van dichtbij bekijkt en je kijkt de quarks afzonderlijk. Ja? Dus hier up, up, down. Ieder heeft dus een lading kleiner dan het elementaire laagskwantum. Als ik die nou eens uit elkaar zou trekken, wat gebeurt er dan? Krijg ik dan deeltjes met een lading kleiner dan E? Nou, kijk, ik trek ze uit elkaar, die D die wil ik er wegtrekken. En je ziet dus dat het ontzettend veel kracht kost. Ja? En die afstand, als die groter wordt, wordt de kracht ook groter. En dat betekent dus dat je ontzettend veel energie nodig hebt om hem verder van zijn broertjes weg te halen. En dat betekent dus heel veel energie. En energie, je zegt het al, E is precies mc kwadraat. Oftewel, uit je energie kan weer massa ontstaan, kan materie ontstaan. En dat gebeurt ook. Ja, uit die energie die erin was gestopt, worden weer nieuwe quarks gevormd. En je ziet dus wat er gebeurt. Ja, de quarks die kunnen niet alleen voorkomen. Ja, als je de down wegtrekt, dan ontstaat er apart weer nieuwe quarks, ontstaat een nieuw proton. Oftewel, afzonderlijke quarks lukt niet. Vandaar dus dat de lading nog steeds elementair lading is, want die quarks alleen, die komen niet alleen voor. Oftewel, ze worden ontzettend sterk bij elkaar gehouden. En het is dan ook met recht, de naam die hiervoor is, is de sterke kernkracht. De sterke kernkracht, de kracht tussen de quarks, ja, die houdt alle kerndeeltjes bij elkaar. Zonder de sterke kernkracht zou een proton niet het proton zijn. Het is trouwens wel natuurlijk, kijk, die quarks zitten wel redelijk dicht bij elkaar. Oftewel, die sterke kernkracht, die houdt het alleen maar vast als ze inderdaad behoorlijk dicht bij elkaar zijn. Ja, dan zijn ze ontzettend belangrijk. Als je sterke kernkracht hebt, ja, dan heb je natuurlijk ook een zwakke kernkracht. Ja, en een zwakke kernkracht, dat is een kracht die is tussen de leptonen, hè, bijvoorbeeld elektron en de quarks. Ja, die beïnvloeden elkaar. Ja, en dan kan er een zwakke kernkracht zijn. En die is belangrijk tot 10 tot de macht min 18 meter. Dus nog een kortere afstand. Ja, en het heeft bijvoorbeeld met het radioactief verval heeft het invloed op. Behalve zwakke kernkracht heb je ook nog een derde kracht. En die heb je wel eens een keer eerder ontmoet. De elektromagnetische kracht. Oftewel de kracht tussen twee ladingen. Hè, plus en min trekken elkaar aan. Plus en plus stoten elkaar af. Ja, de kracht tussen geladen deeltjes. En die kracht, ja, die kan behoorlijk grote afstanden overbruggen. Ja, wat dat betreft is het inderdaad echt een andere kracht dan die kernkrachten. De vierde kracht, daar hebben we meneer Newton met zijn appeltje. Ja, dat is zwaarte of ook wel genoemd gravitatiekracht. En daarvoor heb je dus massa nodig. Dat is de kracht tussen deeltjes met massa. En ook hier, hè, denk aan ons heelal met de planeten die keurig om de sterren heen draaien. Ja, ontzettend belangrijk op grote afstanden. Deze vier krachten, dat zijn de vier fundamentele krachten. Er zijn geen andere krachten in het universum dan deze vier. Stel je voor, de gravitatiekracht, zwaartekracht is 1 newton. Ja. Hoe groot zijn die andere krachten dan relatief aan die 1 newton? Nou, dan krijg je eerst de zwakke kernkracht. En zwakke kernkracht, ja, het heet wel zwak, maar vergeleken met die zwaartekracht is je ontzettend groot. Die is 1 keer 10 tot de macht 15 newton. Dus veel en veel groter dan zwaartekracht. De zwaartekracht is de zwakste kracht, verreweg de zwakste kracht van de vier fundamentele krachten. Na de zwakke kernkracht
komt de elektromagnetische kracht. En je ziet al, die is al een stuk groter dan de zwakke kernkracht. Ja, 10 tot de macht 38 newton. Ten slotte, de sterke kernkracht, die doet er een schepje bovenop. Die is 1 keer 10 tot de macht 40 newton. Dan heb je een beetje zicht op de verhoudingen tussen de diverse krachten. Maar, hoe komt het nou dat twee deeltjes een kracht op elkaar uitoefenen? Wat zijn dat? Wat is een kracht? Nou, we gaan de twee deeltjes beschouwen als twee mensen in een boot. En een van de partijen die heeft een bal in zijn handen. Ja, een behoorlijke mooie gele bal. Ja, en wat doet hij? Hij gooit de bal naar de ander en ziet wat er gebeurt. Ja, ze gaan beiden van elkaar af. Het is dus alsof er een kracht is die hen uit elkaar gooit. Oftewel, een kracht, ja, dat is een uitwisseling van een deeltje. Ja, als er twee deeltjes een kracht op elkaar uitoefenen, dan wisselen ze een deeltje uit. En dat is wat ook gebeurt in bijvoorbeeld een proton of een neutron. Ja, er zijn constant deeltjes tussen de quarks die worden uitgewisseld. Constant deeltjes. Ja, en je kunt ze eigenlijk natuurlijk kun je ze niet zien. Ja, het is een brei van deeltjes. En die deeltjes die vormen een weerwaar. En die deeltjes worden gluonen genoemd. Ja, daarin herken je het woord glue natuurlijk. Ja, het woord lijm. Het is de lijm die de quarks bij elkaar houdt. Wat gebeurt er nou als er tussen twee quarks een gluon wordt uitgewisseld? En dan nou kom ik ook eventjes op de kleuren van de quarks terecht. Quarks hebben niet echte kleur, ze hebben eigenschappen en natuurkundigen hebben die eigenschappen vertaald naar een kleur. Dus ik heb hier dus een rood up quark en een blauw up quark en daar gaat nu een gluon tussen. Het rode kwark die stuurt een gluon naar de blauwe kwark. En zo'n gluon zelf heeft ook kleur. Sterker nog, het heeft kleuren. Ja, je ziet hier een gluon en die heeft rood en die heeft anti-blauw. Je zou zeggen geel. Ja, oké. Okay. Maar kijk even naar zo'n schemaatje toe. Dan zie je dus dat geel, ja, hier geel, ja, samen met blauw, ja, die leven samen wit. Oftewel, geel heft in feite blauw op, samen worden ze wit. En dat gebeurt hier ook. Ja. Blauw heft ander blauw op. Oftewel, als je dit in zijn geheel zou bekijken, ja, dan heb je dus blauw en antiblauw, samen wit. Oftewel, dit zijn geheel is gewoon rood. En dat is dus ook zo, want in het begin had ik ook alleen maar een rode kwark. Nou, de gluon die wordt uitgezonden, die komt bij het andere kwark aan. En hier heb je weer hetzelfde dus. Ja. Gluon komt erbij aan. Ja. Blauw en antiblauw, die worden samen wit. Ja. Oftewel, ik hou alleen rood over. Oftewel, de kwark wordt rood. Dus ik had eerst rood-blauw en nu is het blauw-rood. Kortom, en dat is weer een mooi woord, de kleurlading blijft behouden. Nou, dat is keurig voor elkaar. Ja, drie quarks en je ziet hier rood-blauw-groen. Drie quarks vormen samen wit. Ja, keurig, mooi standaardmodel. De quarks worden zo gerangschikt dat de kleurlading samen wit is. En die blijft ook wit bij het uitwisselen van deeltjes. Hier hebben we de vier fundamentele krachten weer eventjes. En bij de sterke kernkracht zijn dus de gluonen die ervoor zorgen dat hij wordt overgedragen. De zwakke kernkracht wordt uitgevoerd door bosonen. De elektromagnetische kracht wordt uitgevoerd door fotonen. En de zwaarte of gravitatiekracht wordt door de gravitonen gedaan. Die bosonen moeten we nog even bij doen, want die worden
in feite gesplitst tussen twee types bosonen, de W- en de Z-bosonen. Die fotonen, dat is dus eigenlijk de lichtdeeltjes. Ja, ik heb het even tussen aanhalingstekens gezet, de lichtdeeltjes. Ja. Is nou een deeltje of is een golf? Dat. En de graviton is eventjes iets apart, want alle andere deeltjes die zijn experimenteel ook aangetoond. Maar de gravitonen, die hebben we nog niet aangetoond. Dus dat is nog eventjes afwachten. Hè? Misschien dat je later er zelf mee aan de slag kunt. Drie kwarks, samen wit. Ja, deeltjes met drie kwarks, die worden baryonen genoemd. Ja. Er zijn ook deeltjes met minder kwarks. Eén kwark kan niet natuurlijk, hè, want één kwark kan nooit wit zijn. Maar twee kwarks kan wel. Kijk, hier heb je dus een anti-up en een up. En dan heb je wel, want kijk, rood en die andere anti-up is deze kleur. En die hebben samen inderdaad ook weer keurig de kleur wit. Ja, en deeltjes met twee kwarks, dat worden mesonen genoemd. Ja, baryonen, die komen we meest tegen. He, een proton of een neutron. Je hebt trouwens ook wel wat exotische kandidaten. He, het sigma-baryon is bijvoorbeeld ook een deeltje met drie kwarks. Deeltjes met twee kwarken kom je niet zo gauw tegen. He, pionen, omega-boson, dat soort dingen, dat zijn de deeltjes met twee kwarken. He, en ja, ze zijn ook inderdaad echt aangetoond. Hier heb je een foto van een nevelvat. Hè, en dan zie je daar de diverse deeltjes her en der wel weer verspreiden. Deze quarks, ook hier weer een prachtig mooi standaardmodelletje voor. Hè, ze passen er precies in. En wat hier nog bij hoort, ja, laatste ontwikkeling, is dat een aantal jaren geleden het Higgs deeltje is gevonden, het Higgs boson. Ja, oftewel, ja, de drie krachtdeeltjes en de vier, het graviton, is nog eventjes dus hè, een apart geval. Die moet nog bekeken worden of dat inderdaad echt zo is. Oftewel, klopt de theorie met het experiment. Je ziet hier nog dingen die we nog niet echt hebben besproken. En zo heb je hier een spin. Ja, de spin is in feite, je kunt het beschouwen als een tolling van een deeltje. We gaan daar even verder niet op in, maar je hebt ook wet van behoud van spin. Massa, eventjes nog. Massa wordt niet in kilogram gedaan met deeltjes, maar altijd in energie. Ja, en natuurlijk kun je die energie altijd weer omvormen met ESMC kwadraat. Als je die 3 mega elektronvolt hebt, dan de energie 3 mega elektronvolt is dus 3 keer 10 tot de macht 6 maal 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Dan heb ik een joules. Voor C vul ik de lichtsnelheid in. En dan krijg je dus dat de massa is, als er een kilogram, 5,3 keer 10 tot de macht min 7 kilogram. Maar goed, moet je dit allemaal nou uit elkaar houden? Nou, gelukkig hebben we daar onze BINAS weer. Ja, BINAS, tabel 26, daar kun je heel veel vinden over de elementaire deeltjes. Ja, tabel A, de elementaire deeltjes worden daar gedaan. En je ziet inderdaad voor elementaire deeltjes de kwark en het lepton. Ja, met alle eigenschappen erbij. De wisselwerkingsdeeltjes, dat zijn dus de deeltjes die de krachten uitdelen. Ja, het gluon, foton, de bosonen, ja, en het graviton. En daar staat hier inderdaad keurig bij. Het graviton is nog niet aangetoond. Met nadruk op het woordje nog. Doe je best. Hier de mesonen. Ja, en de baryonen. Oftewel één grote familie van deeltjes. En al die deeltjes komen overal hetzelfde voor. Ja, sterker nog. Ja. Het hele universum zit er propvol mee. Het is toch prachtig. Tot ziens.